Hallo en welkom allemaal weer bij een nieuwe Star Stable. Er staat er wel bij mij één voor, maar helaas. In ieder geval, wij gaan vandaag... Ja, nu komt jij naar voren en nou is hij weg. Goed weggejaagd. We zitten nog steeds in de goede opstelling als vorige keer. Lekker schuin naast elkaar, we konden niet bij elkaar kijken. Maar, we gaan vandaag races doen en we gaan kijken wie het snelste daar doorheen komt. De verliezer, wat gaat die doen? Hebben we daar nog wat leuks voor bedacht? Geen idee. Het enige verschil is, ik heb nou in het spelletje geen katje, maar nou heb ik opgeschoten een klein katje. Maar ja, nee, we gaan sowieso de races doen. Ik denk dat de verliezer, die gaat iets kopen, maakt niet uit wat. Oké. Deal? Ja. Kom op paard, ik heb geen zin in geld uitgeven. Ik weet ook niet hoeveel geld ik heb eigenlijk. Oh nee, wat wel mee. Oké, we beginnen met de dagelijkse training. Ja, en dan... gewoon 5 races. Oké, en dan dus gewoon beginnen met de beginning. Bobcats, beginners, of, jumping. Hoeveel races zullen we doen? 5, 6? Nou ja, ik moet hier alle dagelijkse dingen nog. Ik weet niet hoe dat met jou zit. Maar dan kunnen we alle drie de Bobcats doen. Die van Loretta. En rondom Jorvik gaat, ja. Ja. Gaan we dat doen? We hebben alle twee level 1 paard als het goed is nergens nog getraind. Tenminste, ik niet. Ik ook niet. Dan zijn we gelijk. Dus dan gaan we mooi beginnen. Dus, ja. We gaan vooral kijken en dan gaan we. We kunnen wel gewoon tegelijkertijd gaan. Toch? We kunnen wel gewoon tegelijkertijd gaan en dan... Ja, dan maken we elkaar bekend wat dus de tijd is. Ja. Ik ben heel benieuwd. Oké. Yes. Ik vind het juist wel irritant als je tegelijkertijd met iemand bezig bent. Klaar. Ik hoor je al bezig. Ja, maar ik begon ook later volgens mij. Oké, wat is je tijd? Ik heb medaille goud. Ik ook. Oeh, damn. Oké, mijn tijd is 16. Oh, Jesus. 54. 1853. Oh, damn. Oké, dan ga jij ze waarschijnlijk allemaal winnen, want dan is jouw paard gewoon sneller. Nee, weet ik niet. Dat valt best wel mee. Oké. Maar ik stuur hem gewoon echt super scherp door deze bochten heen. Ja, mijn scherm haperde tussendoor. Dus ja, dat was echt naar. Mijn ook. Oké. Oké, gaan we eerst de beloning maar ophalen. Woo, yay! Oké. Nou is mijn paard bijna een level omhoog. Niet bij mij ook, dus... tweede race. Oké. Yes. Oeh, bijna gelijk. Zo in je kont! Echt nek aan nek volgens mij. Oh, ik had een uitschieter. Oké, nou vertel. 9 jaar maar eerst. 26-42. Medaille goud. 25-85. Oh, die zat heel dichtbij. Ik hoorde de geluiden als een wat. Oh nee. Oké, maar dan heb jij er dus al 2 gewonnen. Nou, mijn hart zit echt in mijn keel, maar dat weet ik niet. Hoewel, ik vind het helemaal niet erg om wat te kopen, want ik wil eigenlijk een paard kopen. Ik weet alleen niet welke. Nou, dan koopt de winnaar een prijs voor zichzelf. Dat mag ook. Hoezo? Ik ben nu in elk geval level omhoog. Oké. Ik ben ook de level omhoog en ik sta bij een nieuwe race. Gaan we dan. Oeh, dat is balen. Ik heb een bal van gegooid. Nee! Ik ga deze verliezen. Ben je verkeerd omgegaan? Ja.
Nou, ik ben niet verkeerd opgegaan, maar ik heb een kinderwens gemist. Oké, dit was niet mijn beste tijd. Ik heb hem wel eens sneller gedaan. Ik heb hem nog niet echt snel gedaan, maar deze ben ik niet goed in. Mijn persoonlijke record is ook echt 28 en deze is dus 36,60. Oké, mijn persoonlijke record is 26,19. Oh, dat is wel beter dan die van mij. En nu was het 27,28. Je hebt gewoon gewonnen. Oké, werd tijd. Dat is echt erg dit. Dat ik gewoon compleet miste. Doos. Dan. Die hebben we overleefd. Ja. Welke gaan we doen? Loretta? Ja, die is nu dichtbij. Oké dan. Loretta. Yes. Oké. Gaan we dan. Oh, het klinkt alsof het tegelijk gaat. Loretta! Nou zie ik je, dit is naar. Hoezo is dat naar? Waar zit jij dan? Achter me. Nou echt pal achter je. Oh, als ik weet dat je achter me zit, dan krijg ik echt spaanbenauwd. Nou, ik ben niet zo heel snel, dus... Jij loopt uit, letterlijk. Jouw paard is sneller dan mijn paard. No. Ja, dit win jij. Record. 1 minuut, 12 seconden. Oh. 12 seconden en 77. Nou, mijn persoonlijke record is sneller. Maar de huidige tijd is niet sneller. Mijn persoonlijke record is 1 minuut 11.61. En mijn huidige tijd is 1 minuut 17.53. Je hebt een sneller paard. Oké, okay, dan nee. Nu. Wat? Nee, ik heb gewoon net zoals jij nu een level 2 paard. Ja, maar sommige paarden, het ene paard is wel sneller dan het andere paard. Gewoon van de basis. Ja, ik weet niet of dat echt super veel uitmaakt, maar... Doen we nou ten? Is wel een leuke video om dat te doen. Ja. Ja. Want ten heb ook nog één basis training. Ja. Oké, okay, maar jij hebt al... 3 van de 5 gewonnen. Dus jij wint sowieso. Dan doen we er nog eentje, 6. Dan is het alsnog kant hoog uit gelijkspel worden. Dus maakt niet... No ends. Dan kopen we beide wat. Oké. Okay. Dan ga ik deze ook nemen. Deze win jij ook. Dat weet ik niet. Oeh, je loopt echt lekker naar achter me. Nee, jij wint. We zijn nog record. Ook weer niet mijn persoonlijke record. Mijn persoonlijke record is 39,52 en nu is het 44,57. 75. Dus. You won fair and square. Fair and square. Dus. Waar wil je heen wat kopen? Jij als winnaar moet dat bepalen, toch?
niet al te duur, want ik heb niet heel erg veel geld. Ik heb 57,61. Die mag je zelf kopen. Ja, wat is leuk. Even kijken. Zal ik hier gewoon wat doen? Eens even zien waar ze leuke spulletjes hebben. Kleding. Ben je van de kleding of van de andere dingen? Ik kijk eigenlijk altijd naar, levert het me wat op? Als in puntsgewijs. Ja, dus je krijgt weer een paarden aankleden. Maar ook met je eigen kleding krijg je ook punten voor. Dus ik kijk altijd van, maakt het mijn karakter beter? Ja. Ben jij nou kwijt, Iris? Nee, ik sta nog niet. Je ziet me echt niet. Oké, kijk wat ze daar hebben. Oh, nou ben je verdwenen. Oh, dat is wel leuk. Oh, je verdwijnt als je... Blijkbaar. Ik vind mijn paardje zo pretty. Ja? Ik vind mijn paardje pretty. Oké, ik denk niet echt dat ze hier echt super, super leuke dingen hebben. Mhm. Maar de leukste is deze, bij Hogan. Ja. En wat moet ik dan bij Hogan halen? Dat maakt niet uit, dat mag ik kiezen. Of daar, of je haalt het uit de store zelf. Dat mag ook nog van mij. Die valt nog wel mee op qua prijs. Oké, dan ga ik echt even iets halen wat zo niet typisch mij is. Nee, dan moet je bij dat andere winkeltje deze tegenover. Dat is niet typisch jou. Nou, ik zat aan het Purple Heart hoofdstel te denken. Ik weet niet wat je bedoelt. Ik had het niet gezien, sorry. Nee, god, nee, dat kan ik niet betalen. Anders was dat gewoon. Ja. Welke zei je dat? Dat kraampje of dat winkeltje? Ja, dat oh mijn god. Rijdende ding. Dat is zo niet jou. Nee, dat begint al met... Het is dat die te duur is, maar anders had ik de Bobcat sweater gehaald. Nee, ik bedoel de gouden hoevenkrabber. Dat is absoluut niet jou. Gouden hoevenkrabber? Ja, dat is dat mannetje met die loopwagen. Als je terugkomt naar die winkeltjes... Ik niet hoor. Zie je mij nu? Waar ben jij? Ja? Ja? Deze. Ja, maar die had... die voedselding? Ja, maar ja, die had geen gouden hoevenkrabber. Nee, maar zo noemen ze zelf de gouden hoevenkrabber. Ja, het is dat die te duur is, maar anders had ik een Bobcat sweater gehaald. Maar ik heb geen 88,50. Die andere bij Bobcat zelf. Ik ga gewoon iets ontzettend fouts halen. Wat ik nooit uit zal trekken. Is goed. De winnaar doet iets ontzettend fout. En dan moeten we wel eigenlijk even onthouden wat, want dan moet hij dat met de volgende keer aantrekken. En op die manier gaan we langzaamaan een foute outfit voor elkaar samenstellen. Ja, is goed. Eigenlijk moet jij dan ook nu wat kopen, want jij verloor met verstoppertje, toch? Oh nee, dat was gelijk. Dat was gelijk. Jammer, joh. Nou. Nou, laat het verstoppertje even buiten en dat anders omhouden. Oké. Okay. Ik bedoel, dat is echt iets wat je... Daar moet je echt geluk mee hebben. Ja. Nee, dan ga ik denk ik met voor... Met Jezus moet je gewoon je baard goed trainen. Ja. Maar nu hadden we eigenlijk hetzelfde niveau paard en was jouw paard alsnog sneller. Ik ga gewoon voor het Purple Heart hoofdstel. Altijd. En dan ga ik wel sparen dat ik, als ik de volgende keer verlies, die Bobcat sweater kan halen. Ja, misschien ben ik sneller, dus ik moet het bedenken vanwege mijn rijuniform. Oh, dat zou ook heel goed kunnen. Dat die gewoon echt sparen. Ja. En wat heb je gekocht? Show.
Ik heb het aan. Oh my god. Het hoofdstel. Dat is echt zo. Waar kan. Ik denk, jij gaat voor die zebra sabel. Dat is nog fouter. Nee, het purple hart hoofdstel. Dus hij is paars met roze hartjes. En het ziet er niet uit. Hoe kom je trouwens aan een eikenblad ding? Oh, weet ik niet. Heb ik een keertje ergens gekregen. Die heb ik niet eens. Weet ik veel. Maar ja. Dus. Nee, oké. Dan bij deze heb jij gewoon lekker verloren en lekker goud. Ja. Goud maar goud. Oh nee, het is niet goud. Bijna goud. Dus. Ja. Volgende keer doe ik gewoon een level 15 paard tegen die van jou. Ja, jij zegt goed. Ik trainen. Heb geen 15. Ik heb nog steeds geen level 15. Heel stom, maar ik heb geen level 15. Ja, ik heb er wel een paar. Ik ga eens even kijken hoe laat het nu is. Oh, we hebben nog 20 minuten samen. Daarna moet ik weer terug. Ja. Dus ik vind het mooi geweest, denk ik. Oké, nou dan moeten we even afsluiten, denk ik. Ja, dus we gaan afsluiten. Dit keer mag Monica lekker afsluiten doen. Oh, nou, dank jullie wel voor het meekijken. Mochten jullie nog iets anders weten waarmee we wedstrijdjes kunnen doen, waardoor we foute outfits kunnen winnen, laat het vooral even weten in de comments. En dan like, abonneer en tot de volgende keer. Doei doei! Tot later! Doei doei!